Agyaniti mirandasya gyananjana shalakaya chakshurnitam yena tasmai shri gurve namaha tasmai shri gurve namaha gurve gaurachandraya radhikaya tadale krishnaya krishna bhaktaya tadbhaktaya namo 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 vishnu padaya radhikaya priyatmane Sesimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Iti Namine Namaste Guru Devaya Sarva Siddhi Pradayane Sarva Mangal Rupaya Sarva Ananda Vidayane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudhi Sri Gauru Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Ram Ram Namaskar. Van harte welkom. Zoals afgesproken gaan we met Guru Tattva 6, Sambandha Gyan. En we gaan begrijpen vandaag, of proberen te begrijpen, wat Sambandha Gyan of relatiekennis inhoudt. Van wie kunnen wij relatiekennis ontvangen of Sambandha Gyan? Kaun hamko Sambandha Gyan de sakta hai? तो उसके विषय में आज हम कुछ चर्चा करेंगे हरि बोल राम राम नमस्कार फ्रॉम हार्ट वेलकम vorige aflevering hebben we behandeld shiksha guru diksha guru pad pradaksha guru en chaita guru en we hebben ook gezien dat de jiu of de atma zijn eeuwige identiteit beschikt en dat is de eeuwige dienaar van Bhagavan te zijn. Jiva sarup hoy Krishna nitya das. Tatasta shakti bheda bheda prakash. So deze bheda en abheda. Bheda betekent er is een specialiteit, en is een verschil tussen Brahm en de Jiva. Dus Parbrahm, Bhagavan en Jiva zijn verschillend. Nou, vandaag gaan we dan over Sambandha Gyan. Sambandha Gyan kan men van zijn ouders krijgen, relatie van wie je vader, moeder is, oom, tante, nichtjes, ja, neefjes, etc. Dat zijn allemaal relatie van jouw lichaam. Nu hebben wij ook relatie met Bhagwan. Maya. En andere jivas. Dus Maya betekent de creatie. In welke relatie staan wij met de creatie? Hoe gedragen wij in het natuur, in de creatie? En hoe gaan we om? Alles is gerelateerd aan het waarneming van de bewustzijn van de waarnemer. Dus ik zie dingen en ik maak een relatie daarmee. En dat is Sambandha Gyan. En als we spiritualiteit gaan beoefenen, dan is de spiritualiteit platform. Sambandha Gyan wordt alleen gegeven door iemand die dat Sambandha ook gerealiseerd heeft. Dus dan hebben we over een Sadguru, een Sri Guru, een guru die zich helemaal ontwikkeld heeft in de spirituele platform. Hij heeft God in zijn hart. En zo'n persoon is een zuivere toegewijde Sadguru, waarvan wij Diksha mogen nemen. En Diksha betekent dan ook Dibhyam Gyanam. Dibhyam Gyanam is transcendentale kennis mogen ontvangen.
Deze kennis manifesteert niet gelijk bij je diksha, als je diksha mantra krijgt, maar is een proces dat gaat vanaf het begin tot einde van het lichaam. Dus diksha betekent niet letterlijk, als ik vandaag diksha heb genomen van een guru, dat ik dan gelijk transcendentale kennis heb gekregen. Deze transcendentale kennis wordt wel overgedragen of het zit in de atma, maar het is bedekt door vervuilde gedachten, verlangens, lust, woede, arrogantie en gretigheid of gierigheid en afgunst. Daardoor is deze zuivere kennis bedekt. En hoe komt het dat wij hier gevangen blijven in deze creatie? Want dat was de vraag. We gaan vandaag een paar versen behandelen waaruit blijkt dat de ziel is zuiver, maar omdat hij of zij het lichaam Sukshum Sharir krijgen, de valse ego, en daar is dan de man, de geest, de intellect, buddhi en de ego, valse ego. We hebben ook de zuivere ego. Wat is de zuivere ego? Zuivere ego is, ik ben de eeuwige dienaar van Bhagwan. Dus ieder levende wezen is een eeuwige dienaar van Bhagwan. Er is niks meer daar, maar dit, maar dat. Nee, we zijn allemaal eeuwige dienaar. Of je nou een hindoe bent, of moslim bent, of een christen bent, of een jood, of een hond, of een kat, of een boom. Alle levende wezens zijn in de oorspronkelijke positie van de atma, eeuwige dienaar van Bhagwan. Maar omdat wij verlangens hebben, worden onze verlangens niet vervuld. En dan moeten we helaas een ander lichaam aannemen om onze verlangens te kunnen vervullen. Nu gaan we een vers uit de Bhagavad Gita behandelen, waar het blijkt hoe de atma gebonden raakt in deze materiële creatie. Dus gevangen worden. Bevangen worden, gevangen worden. En dan gaan we kijken hoe we ook kunnen uit de gevangenis komen. Zo, nu gaan we een vers behandelen uit de Bhagavad Gita, die ons duidelijk maakt hoe wij deze sambandha gyan kunnen bevatten. Bhagavad Gita 15 vers 7. Mamo amsa jiviloke jivabhuta sanatana mana sansani indriyani prakirti stani karsati. Mama vamso jiva loke jiva bhuta sanatana mana sanstani indriyani prakirti stani karsit. Hier wordt uitgelegd, de eeuwige jivas, dus de jivas zijn eeuwig, deze vers, ja. In deze materiële wereld zijn zeker mijn vibhinna amsa, afgescheiden deeltjes. Wie zegt dat? Bhagwan zegt in de Bhagavad Gita dat de jivas zijn eeuwig en ze zijn ook eeuwig afgescheiden van mijn. En ze zijn mijn vibhinna amsa. Gebonden door de materiële natuur worden ze aangetrokken door de zes zintuigen, inclusief de geest. Nou, wat wordt hier bedoeld met de zes zintuigen? Dus onze kennisvergarende zintuigen, dat hebben wij. Ja? En daarmee gaan we dingen eens op zoek. Zoals, we ruiken iets leuks. En dan gaan we achter het geur. Dat is onze neus. Dat krijgen we kennis daarvan. Onze tong kunnen proeven. Ja? En met onze tongen ook spreken. Dus proeven, spreken,
ruiken, horen, zien en voelen. En dit is allemaal gelinkt aan onze mind, aan onze geest. En deze geest, zodra het gaat zoeken naar geluk of om te genieten, dan is deze geest sowieso vals. Want zijn eeuwige natuur van de geest is om eeuwige dienaar van Bhagwan te zijn. Maar nu gaat hij op zoek om te genieten. En het wordt gezegd in deze vers dat hij gaat op zoek om te genieten, maar het is net als een spinnenweb. Als een beestje of een vliegje in een spinnenweb vast komt te zitten, hoe hard hij of zij probeert eruit te komen, of het beest probeert uit te komen, het lukt hem haar niet. Zo is het met een mens. Als een mens in zijn gedachten alleen maar heeft om te genieten, of carrière te maken, of rijk te worden, noem maar op wat hij of zij wil in dit leven. En het mag, het is niet dat het mag, maar het resultaat is altijd dat wij gebonden raken aan de situaties, aan de omgeving en in de relatie. Dus man, die is verwikkeld met de zintuigen en de zintuigen gaan op zoek om de geest te plezieren. Niet de atma te plezieren, maar de man. Dus ik ben continu bezig om mijn geest of de omgeving te plezieren, waardoor ik als een ezel moet werken dag in dag uit. Ja, dat is Bhagavad Gita 15 vers 7. Nogmaals, Bhagavad Gita 15 vers 7. Hierin legt Bhagwan dat hij de jiva-atma of de jiva-tattva probeert uit te leggen aan Arjun. De jivas is een amse. En Bhagwan zegt hij, vibhina amse. Er zijn zoveel ontelbare jivas, die kunnen we niet tellen. Maar Bhagwan legt hieruit, de amsas bestaan in twee soorten. Swa-amse, dat zijn eigen expansies, swamsa en vibhin amsa. Binnen de swamsa, in de categorie van de swamsa, swamsa bevindt zich de Vishnu tattva, zoals de avatars als Matsya avatar, Kurma avatar, Narsingha avatar, Rama avatar. Dat zijn allemaal de swamsa van Bhagwan. Maar hij geeft ook een afgescheiden energie van mij, dat zijn de jivas. En deze zijn de afgescheiden deeltjes. Wanneer Bhagwan die bestaat uit eeuwigheid, kennis, satchit anand, afgescheiden wordt van alle andere energieën en exclusief begiftigd wordt met zijn tatasta shakti, de marginale vermogen, dan worden deze afgezijnde deeltjes vibhina amsa tattva genoemd. Dus op het moment dat de satchit anande helemaal afgescheiden is, dan wordt deze de jiva-atma genoemd, de tatasta shakti. En de jiva-atma wordt ook tatasta shakti genoemd, omdat het tussenenergie is. En we hebben de keuze. De jiva heeft altijd de keuze. Als we de Brahman-filosofie volgen, dan is de atma altijd een keuze gegeven. Volgen wij de Abrahamene cultuur of geloof, dan zien we dat deze gelovigen geen keuze hebben. Ze gaan naar de hemel of ze gaan naar de hel. En ondanks Bhagwan zo genadig is, worden ze bestraft en ze zijn bang voor Bhagwan. Dus Abrahamene cultuur, dat kunnen we zien in Jodendom, Christendom en Islam. Dat ze bang zijn en dat ze dan, ondanks Allah of God zo genadig is,
hebben ze geen keuze. Ze moeten gewoon doen. En anderzijds in de Vedische cultuur, dat is zo genadig. Karuna Kasindu, Bhagwan is zo genadig dat hij jou keer op keer de genade geeft om een keuze te maken om hem te dienen of zijn illusionaire energie Maya te dienen. Ja? Dus je mag keuze hebben in je leven en die hebben wij. Het is beperkt. En de resultaat van je keuze, dat is voor jou en niet voor Bhagwan. In de Srimad Bhagavatam wordt ook toelichting gegeven aan Uddhava. O meest intelligente Uddhava, de jivas zijn de afgescheiden deeltjes van mij. Wie Advitya Swaroop, één zonder een gelijke en non-duale absolute realiteit. Dus het is één in zijn eeuwigheid. Het is niet twee verschillende atma, maar één atma. En non-dual. Dus absolute realiteit van de jiva swaroop, hoi Krishna das. Door avidya, door onwetendheid, zijn ze gebonden geraakt. En door vidya kennis bereiken ze bevrijding of liefde voor mijn dienstbaar. En dan, hier in deze vers kunnen we ook zien, vidya en avidya. Vidya betekent kennis, avidya betekent onwetendheid. Zo, vidya, kennis heeft iedereen. Iedereen heeft kennis. Maar het gaat om sambandhigyan. Welke relatie hebben wij met God en zijn creatie? Als wij dat weten, dan is het altijd harmonie. Maar omdat we dit niet weten of beseffen, en niet weten waar we deze kennis vandaan moeten halen, zitten wij in onwetendheid. Dus een Sadhguru kan ons deze realisatie geven wat onze relatie met Bhagwan is. Nu gaan we een stapje verder. Ja, we zijn nog steeds met Sambandhigyan bezig. Srimad Bhagavatam 3:31-37. Dehina jiva bhutena loka lokam anuvrajan bhojana eva karmani karoti avirtam punman. Zo, Srimad Bhagavatam 3:31-37. Vanwege zijn specifieke lichaamstype dwaalt het materialistische levende wezen van de ene planeet naar de andere en volgt baatzuchtige activiteiten. Op deze manier houdt hij zich bezig met baatzuchtige activiteiten en geniet hij onophoudelijk van het resultaat. Dus hier kunnen we zien dat de atma die zijn oorspronkelijke identiteit kwijtraakt omdat hij of zij een subtiele lichaam krijgt, suksham sharir, waarop de man buddhi ahankar, ahankar de valse ego, ontwaakt van ik wil genieten, ik ben dit, ik ben dat, ja, hij... Zij identificeert met het lichaam, het land, het cultuur, het familie, etc. En deze is dan de valse identiteit die wij aannemen. En wat gebeurt er? Hier wordt gezegd, Brahmanda Brahmite Bhagkauna Jiva. Zo, hier horen wij en lezen wij dan dat de Jiva, omdat hij zichzelf identificeert met het lichaam, de bijproducten van het lichaam, de cultuur waar hij geboorte heeft genomen, in de cultuur waar hij geboorte heeft genomen, in de gotra, het kan zijn Brahman gotra, Kshatriya gotra, of sommigen zeggen zich, noemen zich
Vaishishgotra, Kashyapgotra, weet je, Atrigotra. Dat zijn allemaal gotra, zeggen zijn afstammelingen van deze groeperingen. Zodra je dat gaat doen, dat betekent je identificeer je met het lichaam. Want de atma heeft maar één gotra en dat is Achyuta Gotra. Hij komt van Bhagwan. Bhagwan zegt, dat zijn afgescheiden deeltjes van mij. Dus we hebben geen gotra van andere namen. Maar er zijn genoeg mensen die dat accepteren. Dus ze zijn in vidya of avidya. Dat moeten we weten. En we hebben in de vers al gelezen dat de jiva die gebonden is geraakt aan deze materiële verlangens. Wat gebeurt er? Ja, sommige mensen geloven niet in reïncarnatie, maar in deze vers wordt duidelijk gemaakt, totdat jij je geest, je verlangens niet hebt uitgevoerd, krijg je een kans om te komen. En het is simpele gedachte en simpele manier om te meten of we meerdere levens hebben gehad. Kijk maar om je omgeving. Kijk naar de talenten van je omgeving. Kijk naar de mensen die 5, 6 jaar zijn en dan kunnen ze zoveel mooie muziek composeren. Ze kunnen wiskunde of iets in deze kennis zo op een hogere niveau zijn dat je verbaasd kijkt van hoe kan deze persoon die 5 tot 10 jaar oud is en dit talent bezitten. Ze talent krijgen geen cadeau, die moet je verdienen. En dat is de wet van natuur, reïncarnatie. Want je komt met de opgebouwde talent en je gaat met de opgebouwde talent in de volgende leven totdat het niet volledig is vervuld met liefde voor God. Dus hier wordt gezegd dat de jiva's van Brahmande, Brahmite, Koni Bhagyavan Jiv, Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Latabij. Het wordt gezegd, Brahmande, we kennen maar één Brahman. We zeggen deze Brahman die bestaat uit 14 planetenstelsels. Ja toch? We kunnen dat andere keer behandelen, hoeveel boven en beneden is. Ja? Maar de jiva die gaat Brahmite, zegt Brahmite, hij gaat van de ene planeet naar de andere planeet. En totdat hij zijn geluk niet gevonden heeft, blijft hij komen, blijft hij gaan. Want de atma gaat nooit nimmer dood. Hij is eeuwig. Want in de eerste vers hebben we behandeld, hij is eeuwig afgescheiden energie van Bhagwan. Zo, Brahmande, Brahmite, Kone Bhagyavan Jiv, Bhagyavan Jiv, dat betekent fortuinlijke ziel. Nee, zeer fortuinlijke ziel, die wat? Die krijgt Guru Krishna Prasad. Zo, Guru en Krishna is één, hebben we nou in andere video's behandeld. Guru is Shakshat Haritvena. Want Bhagwan, we hebben nou 3 tattoo toch? Ishwar tattoo, dus Bhagwan tattoo, Jiv tattoo en Maya tattoo. Maya tattoo is de creatie. Daarin zit alle 24 elementen. De guna's, de tijd en alle elementen zoals kennisvergarende zintuigen, werkuitvoerende zintuigen, waarnemende zintuigen. Het is proeven, de zien, het horen, het tastzin en het verwerken, de geest en de manbuddhi ankar. Allemaal zit in deze creatie. En dan krijgen we dan zo'n jasje van een suksumsharir en een stoelsharir. Stoelsharir, dat is de 5 grofstoffelijke elementen: aarde, water, vuur, ether, lucht of luchteter. Ja? Dat zijn al die elementen in deze creatie. Natuurlijk, er zijn zoveel andere elementen. Kunnen we DNA van onze
lichaam na te checken. IJzer, goud, zilver, koper. Alles zit in het DNA van in het aarde. Ja, toch? Maar meest grofstoffelijke stoffen, dat zal zeggen aarde. In aarde zit alles. Bauxiet, kool. Ja, toch? Olie, aardgas. Alles zit erin. Zo. Het lichaam is de vervoermiddel om je doel te bereiken. En dit wordt alleen maar verkregen door zo'n Sadguru te ontmoeten. En dat is dan deze Guru Krishna Prasad Pai. En dan krijg je die Bhakti Lata Beej. Bhakti Lata Beej betekent een zaad dat geplant is in je hart, maar die kan niet ontkiemen omdat het bedekt is. Totdat we mantra's niet gaan chanten en ons ook niet in de proces toegeven of de protocol niet volgen, dan kunnen we dat niet laten ontkiemen. Dus een mantra die wij heel simpel kunnen reciteren is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nou, nu jij maar een keer. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Niet zo moeilijk. Je hoeft niet zoveel rituelen te doen in Kali Yuga als je maar de namen van Bhagwan kan reciteren. Ja? En het doet er niet toe welke naam je reciteert, of je nou hindoe, moslim of christen bent. Het doel moet zijn, ik ben de eeuwige dienaar van Bhagwan, ik heb liefde voor Bhagwan en ik heb respect voor zijn creatie. En als we dat doen, dan is er geen probleem in deze wereld. Maar we zien wel problemen. Overal is oorlogen. Waarom? Dat heeft een reden. Ja? Maar daar gaan we niet in. Vandaag hebben we over Sambandha Gyan. De relatiekennis. Hoe krijgen we dat? Van wie krijgen we dat? Kunnen we dat van normale mensen krijgen? Ja. Om brood te verdienen. Om een huis te kopen en kleding te kopen, roti, kapra en makan ke liye, hame kahin se bhi gyan praapt ho sakta. Dus als we naar school gaan, universiteit gaan, dat zijn kennis om in deze materiële leven een luxe leven van te maken. Willen we ontwaken in de spiritualiteit, dan hebben wij Atma Gyan nodig en Paramatma Gyan. Totdat wij zo'n Sadguru, een zuivere guru niet ontmoeten, kunnen wij deze kennis nergens in welke universiteit dan ook verkrijgen. Alle kennis wat we krijgen in universiteiten, hogescholen, op scholen, dat zijn gerelateerd aan het zintuigen en het lichaam te verzorgen of in harmonie met je geest en het lichaam te blijven, niet met de ziel. Dan gaan we nog een vers behandelen uit Srimad Bhagavatam. Dus we zien ook hier, wanneer het levende wezen opgesloten zit in het materiële lichaam, wordt hij Jivabhut genoemd. En wanneer hij vrij is van het materiële lichaam, wordt hij Brahmabhut genoemd. En dat kunt wij vinden in Srimad Bhagavatam 4, 30, 20. Door zijn stoffelijke lichaam geboorte na geboorte te veranderen, reist hij niet alleen in verschillende levensvormen, maar ook van de ene planeet naar de andere. Nou, dat hebben we gezien. Brahmanda, Brahmite, Kaune, Bhagyavan, Jiv. Ja, toch? En totdat die Guru Krishna Prasad Paya. Totdat hij de genade van Guru Krishna krijgt. Nou, hoe we deze genade kunnen krijgen, dat is de volgende video. En nu is het van wie krijgen we deze genade? Dus het is duidelijk, dat moet van een zuiver toegewijde komen. Die geeft ons Sambandha Gyan. Nou,
Chaitanya Mahaprabhu zegt dat de levende wezen verbonden door baatzuchtige activiteiten op deze manier door de hele universum ronddwalen en als ze door een toeval of door vrome activiteiten in contact komen met een bona fide spirituele leraar, bij de gratie van Krishna, door de graden van Krishna natuurlijk, ja, dan krijgen ze het zaad van toegewijde dienst. Dat is die Bhakti Lata Beach. Als iemand dit zaadje eenmaal in zijn hart heeft gezaaid en er water over giet door te luisteren en te zingen, groeit het zaadje uit tot een grote plant en er zijn vruchten en bloemen waar het levend wezen van kan genieten, zelf in dit materiële wereld. Nou, hier wordt gezegd, dus door de graden van zo'n Sadguru en Bhagwan wordt een zaadje geplant. Zaadje is daar, maar het gaat ontkiemen. En hoe gaat hij ontkiemen? Door te luisteren, Harikatha. Door te lezen van je heilige geschriften. En ook deze spontane relatie met Bhagwan te gaan. En deze relatie heb ik ook uitgelegd. We hebben de neutrale relatie. Bhagwan is almachtig. Ja? Hij heeft niks nodig. Alles wat is gecreëerd is voor ons. Wij moeten genieten. Ja, toch? En de dienstbaarheid bestaat uit dan arme mensen te helpen, ziekenhuizen maken, wegen bouwen, scholen bouwen, denk aan Rode Kruis, denk aan de Verenigde Naties en Leger des Heils en etcetera, instanties die proberen arme mensen, gehandicapten te helpen. Ze denken dat is dan de liefde tot Bhagwan, dienen van Bhagwan. Maar ze beseffen niet dat deze dienstbaarheid niet tot God leidt, maar tot gebondenheid. Want alles wat jij geeft, krijg je terug. Dus als je goed doet tegen mensen die valide zijn, invalide zijn, ja, en dan ga je resultaat daarvan krijgen. Dat is goed. Je doet goed, je krijgt goed terug. En deze goed moet je ook weer gebruiken. Dus je moet weer een lichaam nemen om dat weer te kunnen gebruiken. Dus zeg niet dat je moet niet doneren of niet doen. Ja, natuurlijk, je mag. Het is goed, beter, best. Goed is iemand dienen. Maar je moet ook beseffen, waarom wordt iemand gehandicapt? Hoe komt dat? Waardoor is het gekomen? Heeft de natuur zomaar iemand gestraft? Nee, natuur straft niemand onschuldig. Dus dat betekent dat je hebt een neutrale positie, relatie met Bhagwan. Een ander is dienaarschap. Ja? Hij is de meester, jij bent een dienaar. En dan heb je vriendschap. Je kan vriendschap aansluiten met Bhagwan. En je kan ook een relatie aangaan als ouderlijke liefde. Wat zal je bouwen? En je kan ook Madhurya Bhav, dat is de hogere liefde, intieme relatie met Bhagwan op een spirituele niveau, niet aan materiële niveau. Dus dat zijn de vijf relaties in de Sanatana Dharma die wij met Bhagwan kunnen aangaan. En hier wordt gezegd dat je zingt. Wat zingen? Zingen betekent, de ene zingt gospel, andere mag, in islam mag je niet eens zingen, ja toch? Want je moet alleen maar bidden en respect tonen. Maar bij ons, alles wat in je gedachten is, mag je zeggen. Dat mag je heel hard doen. Dat mag je in je gedachten doen. En dan mag je ook met andere mensen samen zingen, bhajan, kirtan doen. De glorie van Bhagwan. En wat gebeurt er? Dan gaat het zaadje ontkiemen en bloeien. En dan komt nederigheid, tolerantie, vergeefgezindheid, hè? Geweldloosheid, al deze goede kwaliteiten zullen manifesteren in deze persoonlijke atma. Zo, als wij dat bewustzijn bereiken waar wij anderen respecteren en met liefdevol
bejegenen, omdat we God liefdevol bejegenen, gaan we automatisch anderen ook respecteren. Want zij zijn ook de eeuwige dienaar van Bhagwan. Dat ze dat niet beseffen, dat is een ander verhaal. Ja? En dat wordt de niveau van Brahma Bhuta Prasan Atma genoemd. Want in de Bhagavad Gita wordt gezegd, degene die dat de Brahma Bhuta hebben bereikt, dus de zuivere zielbewustzijn, die hebben geen geluk, of ze verlangen geen geluk, maar die kennen ook geen verdriet. Brahma Bhuta Prasan Atma. Prasan Atma, dat betekent hij is, of zij is, tevreden in zichzelf en de positie en de situatie waar hij zich bevindt. Hij klaagt niet als hij gelukkig is en hij klaagt ook niet als hij verdrietig is. Zo, dat is Brahma Bhuta. Dus we moeten proberen de Brahma Bhuta niveau te bereiken in dit leven, zodat we de relatie met Bhagwan kunnen ontwaken en deze liefde relatie, Sambandhigyan, krijgen we alleen door de genade van Krishna en Guru. Het wordt gezegd, zonder de wil van God gebeurt er niks. Dus als jij verlangens hebt om hem te dienen, dan zal hij zorgen dat er iemand langskomt of jij iemand tegenkomt die jou gaat helpen en begeleiden om God te begrijpen. Lieve mensen, Guru Tattva 6, Sambandhigyan. Relatiekennis tussen jou en hem en de creatie. Hoe krijgen we dit? Door de genade van Guru en Krishna. Want de Chaitya Guru, de Paramatma, de superziel, is eeuwig in jou aanwezig, samen met de Atma en Paramatma. En die inspireert ons om de goede pad te kiezen. Maar die inspireert ons niet de negatieve pad te kiezen, want dat is onze eigen verlangens. En onze verlangens die daar is, die moet positief worden. Doordat onze verlangens niet de juiste koers vaart, zullen wij in de spinnenweb van geboorte, ouderdom, ziekte en dood blijven hangen. Willen we daaruit uitstijgen, dan is het de pad van bhakti, de kirtan bhajan te zingen en de dharma. Want veel mensen denken, als ik dharma volg, dan word ik niet gebonden. Nee, we gaan straks zien in de volgende video's, dat zelf iemand die in satogun dharma doet, toch die negatieve energie krijgt. Hoe komt dat? Dat is volgende keer. Hare Krishna, Ram Ram, Namaskar. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te vinken. En tot de volgende keer. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare. Jai Ho.